Je staat op het punt om een literatuuronderzoek uit te gaan voeren. Maar waar begin je met zoeken? Wat zijn nou goede bronnen en hoe zoek je nou eigenlijk op de juiste manier? Ga niet zomaar ergens beginnen met zoeken, maar pak het professioneel aan. Hoe je dat precies doet, dat zie je in deze kennisclip. Als je nog vragen hebt na het zien van deze clip, kun je altijd terecht bij de studiecentra. Professioneel literatuuronderzoek doen bestaat uit een aantal onderdelen. Voor een goed literatuuronderzoek doorloop je de volgende cyclus: Oriënteren. Zoeken, vinden, beoordelen, verwijzen, evalueren. Je start met voorbereidend werk. Je wil namelijk duidelijk krijgen welke informatie je precies zoekt en je oriënteert je op dit onderwerp. Als eerste ga je onderzoeken wat je er allemaal vanaf weet. Dit kun je doen door een brainstorm-sessie of door een mindmap te maken. Daarna ga je in kaart brengen wat je nog meer wilt weten over dit onderwerp. Dit kun je doen door experts te benaderen, door naslagwerken in te zien of bijvoorbeeld door vast een oriënterende zoekactie op Wikipedia. En je gaat bedenken wat je juist niet wilt onderzoeken. Zitten er beperkingen aan jouw onderzoek? Hoe actueel moet jouw informatie bijvoorbeeld zijn? En uh, zoek je informatie over Nederland, over Europa of juist de hele wereld? Ook is het een goed idee om na te denken over de manier waarop jij jouw zoektocht gaat vastleggen. Gebruik een of ander registratiesysteem, zoals een logboek. Noteer op een voor jou logische manier jouw ideeën, jouw zoekacties en natuurlijk alle gevonden bronnen. Dit zorgt voor overzicht en verkleint de kans dat je verdwaalt tijdens jouw zoektocht. Ook maakt dit het schrijven veel gemakkelijker omdat je alle informatie op één plek bij elkaar hebt. Een goede voorbereiding helpt je om tot een goede zoekvraag te komen. En bovendien zorgt ervoor dat je niet zo makkelijk verdwaalt op het internet. Vervolgens ga je aan de slag met het formuleren van een goede zoekvraag. Een goede zoekvraag is een concrete zoekvraag. En die bestaat uit hoofd- en uitdeelvragen. Een onderzoeksvraag bestaat meestal uit drie verschillende elementen. Een doelgroep, een onderwerp en een proces. Een zoekvraag kan zowel gesloten als open zijn. Een gesloten vraag kan je beantwoorden met ja, nee of misschien. Maar open vragen leveren meestal meer bruikbare informatie op. Als je de zoekvraag goed formuleert, is het gemakkelijker om hier de juiste zoektermen bij te bedenken. En je vergroot de kans dat je daadwerkelijk vindt wat je nodig hebt. Vanuit je zoekvraag ga je nadenken over welke zoektermen relevant zijn voor het beantwoorden van deze vraag. We hebben gezien dat de vraag vaak uit drie verschillende onderdelen bestaat. Neem bijvoorbeeld de zoekvraag: Wat zijn de effecten van het gebruik van sociale media op het leergedrag van studenten in het hoger onderwijs? De effecten van sociale media is hier het onderwerp. Studenten in het hoger onderwijs is de doelgroep. En het leergedrag is het proces. Je bedenkt per onderdeel relevante zoektermen en neemt deze vervolgens op in een schema. Vul het schema aan met synoniemen, enkelvoud- en meervoudsvormen, spellingsvarianten, afkortingen, verwante termen, brede termen, nauwere termen en vertalingen. Vergeet deze laatste niet. Want de meeste databanken publiceren voornamelijk Engelstalige artikelen. Al deze termen bedenk je omdat niet alle auteurs exact dezelfde termen gebruiken in artikelen over eenzelfde onderwerp. Je hebt je zoektermen bepaald en je wil gaan beginnen met je zoekopdracht. Maar waar ga je eigenlijk zoeken? Informatie kan op diverse manieren in verschillende bronnen worden aangeboden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan boeken, aan krantenartikelen, aan websites, aan filmpjes, podcasts en ga zo maar door. Deze voorbeelden zijn primaire of informerende bronnen, omdat ze echte informatie bevatten. Dit in tegenstelling tot secundaire bronnen, ook wel verwijzende bronnen genoemd. Dat zijn bronnen waar alleen een korte omschrijving staat en vervolgens een link is opgenomen naar de primaire bron. Denk dan bijvoorbeeld aan de handquest of aan de catalogus. Een secundaire bron is de plek waar je zoekopdracht ingeeft en vervolgens een overzicht krijgt van wat er allemaal te vinden is over dat onderwerp. De eerste vraag die je zelf moet stellen is wat voor een soort informatie je zoekt. Dat is afhankelijk van jouw zoekvraag. Zoek je bijvoorbeeld naar feiten of naar meningen? Of ben je op zoek naar nieuws? Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zoeken naar krantenartikelen, of ben je op zoek naar onderzoeksresultaten? Die zijn meestal te vinden in tijdschriftartikelen. Of ben je misschien op zoek naar statistische informatie? Dan heb je wellicht wel wat aan de rapportages van het Centraal Bureau van de Statistiek. Als je weet wat voor een soort informatie je zoekt, is het veel gemakkelijker om te bepalen in welke secundaire bron je kunt gaan zoeken met jouw zoektermen. Heb je een bruikbare bron gevonden? Noteer dan voor je bronvermelding meteen eventjes waar en wat je hebt gevonden. En let er ook op dat je voor jouw APA-bronnenlijst alleen maar verwijst naar de primaire bron, nooit naar de secundaire bron. Met de gevonden zoektermen ga je systematisch zoeken in verschillende bronnen. Je bent misschien gewend om zoveel mogelijk zoektermen achter elkaar in een zoekbalk te plaatsen. Dit is een gemakkelijke manier om snel iets te weten te komen van een onderwerp. Maar er zijn betere methoden en strategieën om meer systematisch te werk te gaan. Hiermee houd je de regie over je zoekopdracht en zal het eindresultaat ook echt beter zijn. Hier volgt een opsomming van de verschillende mogelijkheden. Bekijk de afzonderlijke kennisclips over deze onderwerpen als je er meer over het weet wil komen. Verschillende zoekstrategieën die je kunt toepassen zijn het booleaans zoeken. Hierbij ga je eerder gevonden termen combineren met de booleaanse operatoren and, or en not. Het zoeken op woordgroep of phrase searching. Hierbij plaatst je dubbele aanleidingstekens om groepwoorden, trunkeren en maskeren. Gebruik speciale tekens om het zoeken nog handiger te maken. Verschillende zoekmethoden die je kunt gebruiken zijn de bouwsteenmethode. Hierbij ga je de verschillende strategieën die ik hier heb benoemd met elkaar combineren. De sneeuwbalmethode en citatiemethode. Bij de sneeuwbal en citatiemethode kijk je bij een gevonden artikel naar hoe dit artikel zich verhoudt. Tot eerdere en latere artikelen over dit onderwerp. Je maakt hierbij gebruik van de literatuurlijst bij een artikel. Je hebt op een gestructureerde manier in diverse bronnen gezocht naar bruikbare informatie. Nu is het zaak om de informatie te beoordelen. Je kijkt daarbij naar kwaliteit, de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid. Van zowel de bron als de informatie zelf. Een kritische houding is daarbij erg belangrijk. Bekijk de kennisclip Check je informatie om je meer over te leren. Als je twijfelt over de kwaliteit, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van een bron, zoek dan gewoon verder naar andere en betere informatie. Want alleen de bruikbare bronnen ga je uiteindelijk opnemen in jouw verslag of werkstuk. Je hebt bronnen gezocht, gevonden en gecheckt op bruikbaarheid. En betrouwbaarheid. Nu is het tijd om al deze informatie op een correcte manier te gaan verwerken in je rapport, je scriptie, je onderzoek, etc. Voorkom dat je plagiaat pleegt. Oftewel, maak duidelijk welke informatie jouw eigen ideeën waren en welke ideeën je vanuit een bron hebt gebruikt. Bronvermelding is verplicht. Dit doe je in de tekst en in je bronnenlijst. Het doel van bronvermelding. Vindbaarheid. Uit de bronnenlijst wordt duidelijk waar de informatie kan worden teruggevonden. Controleerbaarheid. De gevonden informatie is goed begrepen en verwoord. Bescheidenheid. De ander krijgt de eer die hem of haar toekomt. Een uniforme stijl maakt teksten en vooral bronvermeldingen overal ter wereld herkenbaar. Er zijn meerdere stijlen voor het opstellen van een wetenschappelijke tekst: Bijvoorbeeld MLA, Chicago, Harvard, Vancouver en de APA. De APA-richtlijnen worden wereldwijd door veel hogescholen en universiteiten gebruikt en dus ook op de handen de meest gebruikte stijl. Deze stijl wordt uitgelegd in de praktische handleiding de APA-richtlijnen uitgelegd. Ook vind je op onze website onder auteursrechten, bronnenvermelden, APA, heel veel voorbeelden van verwijzen volgens de APA-regels in de tekst en in de bronnenlijst. Wil je nog meer informatie? Kijk dan eens op het blog de APA-team. Met een goede bronnenvermelding sluit je onderzoek af. Kijk voor de zekerheid ook nog even terug naar je hele zoekproces. Uiteraard bekijk je tijdens het zoeken al of je tevreden bent over het resultaat. Een groot deel van de evaluatie doorloop je dus al vanzelf. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van je gevonden bronnen. Zijn deze bruikbaar en betrouwbaar? Of moet je misschien met andere termen gaan zoeken om betere bronnen te vinden? Ook is het goed om na het afronden van een verslag, een werkstuk of een onderzoek eens terug te gaan denken aan je zoekproces. En stil te staan bij wat ging er goed? Vooral onthouden voor de volgende keer. Wat was er lastig? Waardoor kwam dit dan en hoe heb je het opgelost of hoe zou je het de volgende keer aanpakken? En misschien zijn er bronnen waar je in de toekomst ook nog wat aan hebt. Hoe zorg je er dan voor dat je deze bronnen gemakkelijk terugvindt? Weet in ieder geval dat je ook de volgende keer weer terug kan vallen op de expertise van de informatiespecialisten van de HAN-studiecentra. studiecentra.